Deze week gaan we weer met u op pad door de wijk in de verschillende items die we u gaan laten zien. Ga er lekker voor zitten en heel erg veel kijkplezier. Koningsdag editie 2022. Op de Oude Binnenweg zijn we op dit moment. Het is weer een editie als vanouds. Dat betekent geen mondkapjes, geen coronamaatregelen. Lang leven de koning, zou ik zeggen. En we gaan beleven hoe Koningsdag er vandaag uitziet. Willem! Inderdaad! Op Willem! En hoe oud is de koning nou eigenlijk geworden? 55. Wat is nou tot nu toe het leukste moment wat je vandaag hebt meegemaakt op Koningsdag? Dat ik een cent weg kan geven en een cent terugkrijg. Dus eigenlijk de spullen weggeven en weer iets voor terug. Ja. En heb je misschien nog een leuke boodschap voor de koning? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Ja. Van harte gefeliciteerd dan maar. Hey. En heeft u nog een leuke boodschap voor onze koning? Ik zou het niet weten. Dat is lastig, hè? Ja, misschien een leuk verjaardagsliedje. Ja, happy birthday to you, Alexander. Zullen we gewoon met z'n drieën even een liedje zingen? Ook al kunnen we zingen. Wacht, ik kom even tussen jullie in staan. We gaan even zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Willem. Kijk, dat is leuk. En dan ga ik even aan even een strik vragen. Toch? We willen toch altijd even polsen hoe het is. Hoe oud is nou de koning eigenlijk vandaag geworden? Kijken wie het weet. Even een klein quizje tussendoor. 57. Nou, je zit in de buurt. Bijna. Ik doe 55. Ja. Hoe zit het bij jou? Ben je blij zeg maar dat het weer terug is in de hoedanigheid hoe we het eigenlijk gewend zijn? Dus zonder afstand, mondkapjes. Ja, daar ben ik zeker wel blij mee. Want je merkt ook echt... Kijk, aan de ene kant heeft het ook wel zijn positiviteit gehad, de coronatijd. Want dan ga je stilstaan bij wat je eigenlijk mist. Hè? En je neemt een beetje afstand, je denkt na over dingen. En, een soort reflectie ook wel. Een soort reflectie, ja. Zeker. Dus het heeft gewoon ook wel positieve kanten gehad, vind ik. He, ondanks dat het natuurlijk een vreselijk virus is. Maar dat vind ik. Dus ik vind gewoon... kijk, nu is alles weer bij het oude, zeg maar, bijna. En nu weet je gewoon wat je gemist hebt. Weet je wel. En je waardeert het gewoon veel meer. Veel meer. Ooit tevoren, ja. En... Ja, heeft u het eigenlijk gemist, Koningsdag? Nou, ik geniet op mijn manier. Loop in de stad met alles, kleren, alles. Ik ben tevreden. Ik hoop er gaan nog mooie jaren met meer plezier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Willem. Aardbeving! Happy birthday to you! Hey! Gefeliciteerd! Leden natuurlijk. Als je hier dan komt, ik weet niet of het eerste evenement is waar jullie misschien weer bij zijn, maar voelt het nou anders? Moet je dan weer wennen voor je gevoel? Nou, het is natuurlijk wel heel gek dat nu alles weer kan. Alles van een mondkapje en dat iedereen weer bij elkaar is. Maar het is wel heel leuk. Het heeft heel lang geduurd. Ja. Is het voor jou wennen of gaat dat heel snel eigenlijk? Ja, ik vind het eigenlijk wel weer fijn dat het gewoon allemaal weer kan. Het is ook allemaal gezellig. Alles een beetje inhalen, want jullie zijn natuurlijk nog heel jong, kan ik me zo voorstellen. Dus lastig dat alles dan dicht is geweest. Even een strikvraag. Weten jullie toevallig hoe oud de koning vandaag is geworden? Want ja, we vieren natuurlijk een beetje zijn verjaardag. Ik heb echt geen idee. Die is lastig, hè? Ja, ik zou het echt niet weten. Hebben jullie nog een leuke boodschap voor hem en zijn gezin? Nou, gefeliciteerd. Ja. Kort maar krachtig, inderdaad. Heb jij nog een leuke boodschap? Maak er een leuke dag van. Hey, ben je nog een beetje nuchter, joh? Ja, wel helemaal nuchter. Ja. Niks gedronken. Hoe is je dag tot nu toe? Ja, heerlijk, man. Zonnetje, schijn door de wolken. Prachtig, prachtig. Fantastisch, man. Ja. Heb je nog een leuke boodschap voor de king? Hij is 55, hij is oud geworden vandaag. De king, nou gefeliciteerd, koning Willem. Ik doe de groetjes aan Alexia en Amalia. En die andere weet ik even niet. Is hier heerlijk druk, zoals je hoort, op de achtergrond van mij. Eén groot feest. Ja, we wouden op de markt ook nog wat kijken en zo. Ja, het was wel leuk, ja. En heb je misschien nog een leuke boodschap voor het Koningshuis? Ja, Willem, als je dit kijkt,
gefeliciteerd. Nou, iedere dag een mooi feest moeten zijn, daar moeten we ons best voor doen. Ja, wat zou jouw boodschap zijn aan de medemens? Boodschap aan de medemens? Ja, dat we gewoon samen bij elkaar horen. Dat is het. Ik weet niet. Het is allesomvattend eigenlijk als ik het zo hoor. Kijk, we hebben allemaal rood bloed. That's it. Dus ja, samen zijn. Samen horen, ja. Meer kan ik niet verzinnen. En hoe heet je op Instagram? Cultuur of Roos Dressmaker. Dus Roos Cultuur, dan vind je me overal. En als je mijn Facebook gevonden hebt, daaronder zie je al die links waar je naartoe kan. Al die andere Insta's en noem maar op. Heel erg bedankt voor je tijd. Veel plezier, succes en joy in de toekomst. En nog een hele fijne Koningsdag natuurlijk. Nou, dat wordt wat. Ik heb twee dames en dan moet ik zelf gaan jeudeboelen en zo. Maar gelukkig zijn jullie ook allemaal gekomen. Alleen omdat we nu allemaal lekkere broodjes hebben, loopt het al een beetje uit. Wij hebben hier in de Zeestraat hebben we ook zo'n toestel. Hè? Het lijkt net een kinderspeeltoestel, maar het is voor ouderen. Het is om, om op te bewegen, om een beetje aanleiding tot bewegen te hebben. Zo is het toch? Nee, ik beweeg elke dag. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service, watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Oh, cheers.
Hallo. Hoe heet u? Ik heet Alma Moti. Hoe oud bent u? Ik wil mijn leeftijd niet zeggen, want dan. maar ik ben 1937 geboren. Oh ja, zo mensen weten precies. Oh, bijna 80 jaar. Oh, gefeliciteerd. Oh, hoe voel jij voor vandaag? Ja, ik vind het heel leuk. We moeten altijd deze activiteiten doen. Voor ouderen is het goed. Oh, dat is goed. En sport jij ook thuis of alleen in de groep? Ik doe thuis, want ik kom niet uit met mijn geld. Dus ik kan niet naar de trainings gaan, want ik moet het betalen. Dus daarom ga ik niet. Ik doe het thuis. Op de televisie heb je elke dag om 9:00 over 9:00. Dat doe ik ook mee. En ik ga veel lopen. Ik ga joggen een beetje. Wat ik kan. Dat is belangrijk, hè? Ja. Dank wel voor je tijd. Ja. Geen dank, graag gedaan. Ja. En we moeten blijven dit doen. Ja. Ik ben zo blij. Ja. Voor ieder ouderen. Het was gezellig vandaag. Ik heb met mij nu Cindy De Vos. Hallo Cindy. Hey, hallo. Hoe gaat het? Goed. Goed. Kan jij jezelf voorstellen? Ja, mijn naam is Cindy Vos. Ik werk als krachtcoach voor WMO Radar in het Oude Westen van Rotterdam. En mijn doelgroep is ouderen en kwetsbaren. Oh, dat is heel goed. Vind jij leuk om deze werk mee te doen? Ik vind het heel erg leuk om dit te doen, ja, zeker. Ja. Oh, dat is goed, dat is heel goed. En denk jij dat de mensen vandaag was goed gevoel over die bouten te gaan en dingen bouten te doen? Of hoe voel jij met deze? Het is voor de eerste keer dat we een activiteit doen met bewegen. Meestal gaan we iets bezoeken of met het busje naar buiten Rotterdam of naar de pannenkoekenboot of hier iets in de buurt. Nu gingen we echt natuurlijk voor bewegen, maar we hebben er wel bij gezegd van als je dat niet kan, mag je ook aanmoedigen. En we gaan ook eerst een broodje eten. Het moet ook vooral gezellig zijn. Ik denk dat de mensen het wel leuk vonden die er waren, maar dat het ook even onwennig was, want dat zijn ze niet gewend. Maar ik hoor dat er mensen zijn die wel terug willen komen, ook voor dat beweegtoestel. Dat ze dat echt wel vaker willen doen. Dus dat is leuk. Oh, dat is heel goed. Dank wel voor jouw tijd. Ik hoop de volgende keer ook samen met jullie kan nog een keer zien. Want ik heb veel plezier vandaag. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Dank je wel. Je bent van harte welkom. Zonnetje dat schijnt in principe overal ter wereld, ook in Nederland, maar natuurlijk ook in andere landen. En daarom zijn we in deze uitzending van de Stem van het Oude Westen heel erg benieuwd naar, heeft u nog vakantieplannen? Jawel, ja. Ja. Lekker even een paar daagjes naar Schorl, langs de kust, zoiets. Ja. Gewoon lekker in Nederland. Ja, misschien gaan we ook nog wel ergens anders heen, maar dat moeten we allemaal nog bedenken. Ja. Ja. Hebben jullie dit jaar nog vakantieplannen? Ja, we gaan een Harry Potter reis maken. Kijk, nou, dat is ook niet heel anders. Nee. Nou, dat wordt hem dan dus, hè? Ja, dat wordt hem. Ja, door. Ja, die gaat door. Dit jaar niet, maar ik hoop volgend jaar weer wel. En ik hoop dan volgend jaar weer op vakantie gaan naar Turkije. Ja, voor nu zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je de uitzending nou terugkijken? Kijk dan op ons YouTube-kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet een bezoekje te brengen op onze website www.oudewesten.tv. Je kunt ons ook altijd volgen op de socials Facebook, Twitter en Instagram @oudewestentv.